Bij Dagkoop Baren is een gedichtenwedstrijd gehouden. De winnaar was Mijn Speeldoosje. De tekst is op muziek gezet en na het laatste repetitie in de speeldoos vindt de première van dit nieuwe lied plaats in de muziektent op de Brink. Laatst ging ik op mijn zolder en zag mijn speeldoos staan. Ik dacht, zou hij het nog wel doen met die beestjes van toen. Er wordt op een gegeven moment wordt er een wedstrijd uitgeschreven voor een gedicht. En dat gedicht moet op muziek worden gezet. En daar hebben jullie voor gezorgd. Hoe gaat zoiets? Nou, ik ben eerst gaan kijken in ons koor van wat hebben we nou precies voor mogelijkheden? Welke stemmen hebben we welke mogelijkheden en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk benutten? En toen merkte ik dat in een seniorenkoor eigenlijk heel vaak de situatie is dat er wat minder mannen zijn en veel vrouwen stemmen. Plus dat veel mensen echt ervaring hebben, jarenlang gezongen. Dus dat hebben we benut door één mannenpartij te maken, die lekker stevig met elkaar, met alle mannen samen zingen. Dus dat was al meteen mijn vraag aan Mathieu. Kun je een stuk maken waar één mannenpartij heel duidelijk de benedentoon voert, waar het andere van het koor op drijven. En de vrouwenpartijen heb ik in drieën verdeeld. En normaal wordt dat in tweeën verdeeld, in hoog en laag, sopraan en alt. Maar we hebben er nu voor gekozen om een extra middenpartij toe te voegen. Juist omdat we veel sopraan hebben die een mooie klank hebben en veel mogelijkheden. Dus die kunnen nou heel mooi tweestemmig de melodie uitvoeren. En dan een altpartij ertussen voor de lagere stemmen. En de mannen daaronder. En dat is een vrij aparte verdeling van stemmen. Maar het leek mij een erg goede die past bij dit koor. En dus dat heb ik aan Mathieu meegegeven als wens. En die is daarmee aan de slag gegaan. Wat is die tijd al snel vergeten? Is het voor jou de eerste keer dat je zo muziek maakt? Nou, ik heb al wel eens eerder voor koor iets geschreven. Dat is een hele goede leerervaring geweest. Dan merk je ook wat werkt en wat niet werkt. En ik kan eigenlijk zeggen dat dit lied een soort van resultaat van die oefening is geweest. Dit is wel echt een lied dat in de toekomst, wat mij betreft, ook wel echt uitgevoerd kan blijven worden. Zometeen de première op de Brink. Spannend? Zeker spannend, ja. Extra spannend omdat ik er zelf wel bij ben, maar ook weer niet. Je gaat ook de toren in. Ik ga de toren in om op het carillon hetzelfde lied te spelen. Komt ook een beetje door de achtergrond van het lied. Mijn speeldoosje. Nou, een carillon heeft een speeldoos. Normaal gesproken speelt een speeldoos van een carillon ieder kwartier of ieder half uur. In dit geval speel ik zelf. Ik ga er wel vanuit dat een lied zoals dit lied, Mijn Speeldoosje, ook genoeg klinkt als een speeldoosje om op het carillon ook mooi uit de verf te komen. Ja, twee voorzitters. Eén gaat weg en de ander die komt. Wat een mooie manier om het over te dragen. Jazeker, dat is prachtig. Is dat. Els neemt het van mij over. Ik ben vandaag voor het laatst. En we hebben een jaar de tijd genomen om Els in te werken. Ja, en met de afsluiting met het speeldoosje, met het lied, is natuurlijk geweldig. Ja, heel leuk. Hoe is het idee ontstaan om een wedstrijd uit te schrijven? Nou, ik dacht, behalve zingen is het leuk om een verbinding te leggen tussen de koorleden. Dus ik dacht, ik bedenk een project met een wedstrijd dat mensen dus een gedicht kunnen schrijven. En dat is gelukt. Dat is door Marianne Riphagen gewonnen. En toen zijn we gaan repeteren. Nou, eerst natuurlijk is Mathieu gaan componeren. En toen hebben we gezamenlijk dat gedicht ingestudeerd. Ja, het klinkt ontzettend leuk, hè? Hoe vind jij het? Absoluut. Het is een heel mooi project geworden. Wat voor jou ook natuurlijk ook een hele mooie afsluiting is van haar voorzitterschapcarrière. Ja. En vandaar ook dat we eigenlijk ook, tenminste het is mijn idee geweest, min of meer, om het vandaag te doen. Het is vandaag de laatste repetitiedag van het koor. En ik denk, ik kan geen mooiere afsluiting bedenken en afscheid voor Joke dan dat we dit doen. Voor de burgemeester heb ik een muzikaal document hebben we gemaakt. En dat ga ik u nu overhandigen. Nou, goed. Ja, dank u wel.
Alsjeblieft. Dank u wel. En de tekening is gemaakt door Els Leen. En als u ziet, daar staat de muziektent erop. Ik zal het even zo laten kunnen zien. En een beeld van het theater, de speeldoos, staat erop. Dank u wel. Mijn speeldoosje, dat is. Want wie hebben er allemaal meegedaan en ingezonden? Want daar ben ik dan wel even benieuwd naar. Dus er zijn ook een aantal teleurgestelde mensen. Ja. Nou, wij gaan genieten. Dank u wel. Oké, okay. Hartelijk dank. Hallo. Succes. Ja. Uit hoeveel inzendingen is jouw gedicht gekozen? Uit 7 inzendingen. En nou ja, die van mij is dan gekozen, omdat het ook op melodie kan. Want daar heb ik een beetje rekening mee gehouden. Want ik denk, ja, als je zomaar een gedichtje schrijft, dan moet je het ook natuurlijk op melodie kunnen bedenken. En nou ja, zo is het dan toch wel gekomen dat Mathieu een heel leuke melodie erbij heeft kunnen bedenken. En ook een beetje afwisselend met 3/4 maat en 4/4 maat. Dus dat wordt het niet zo eentonig. Resultaat? Ja, ik vind het erg leuk ook om het te doen. En ik ben ook meteen aan de slag gegaan toen we die opdracht kregen. Ik denk, dat vind ik nou leuk, omdat daar is iets wat van te maken. En ik ben blij dat het ook een aardige melodie is geworden. Ik wil...